getrokken wordt. En dan die valsnelheid, moet je eens nagaan. Op de top van de valsnelheid meer dan 200 km per uur. En dan de parachute opgetrokken. En dan hier keurig gaan landen op het middentrein. En we hebben gehoord, er is een opleiding voor op het talencentrum in Hogeveen. Je kunt eigenlijk in een weekendtijd kun je parachutist worden. Moet je wel wat voor doen, maar desalniettemin is het dan wel vliegen als een vogel. Zo vrij in het luchtruim. En dat zullen ook zo dadelijk deze parachutisten weer mee gaan maken. Ik hoor af en toe wel wat geluiden op de achtergrond dat je zou denken van daar komen ze. En als je te lang omhoog blijft kijken, ja, dan krijg je een stijve nek. Dat is een nadeel van zo lang in de lucht kijken. Nou, één voordeel, zo dadelijk bij de luchtballonnen kunnen we gewoon een beetje rechtuit kijken. En dan ook af en toe natuurlijk omhoog. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook mooi is om te zien dat de eerste hete luchtballon al bezig is om te inflaten, zodat ze mooi opgeblazen te worden. De cold inflation vindt daar plaats. Dat kan daar alleen op dat veld, want hier komen natuurlijk de parachutisten zo dadelijk naar beneden. Maar daarna wordt het natuurlijk heel snel heel mooi bont en kleurrijk schouwspel van allerlei hete luchtballonnen die hier omhoog zullen gaan. Kortom, het zal niet zo lang meer gaan duren. We hopen contact te hebben en dan zullen ze gaan springen. Zojuist dat ze op het randje zitten. En dan moeten ze het randje nog over, het randje van het mandje. En dan vervolgens laten ze zich vallen en daar gaat de eerste. Kijk in de schaam, jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's. Met meer dan 200 km per uur gaan ze naar beneden. De eerste die is naar beneden gevallen. En als Hielke, horen we op de achtergrond Hielke. De veteraan onder ons, die is gesprongen. En vervolgens hebben we dan uiteraard de volgende, die we hier ook gaan begroeten, Sander. Sander die zit inmiddels ook op het randje, die kijkt even hoe Hielke gaat. Sander, de jongeling onder ons. En ook die zal dan hier naar beneden gaan komen, terecht gaan komen op de grote T hier op het middentrein. En in de tussentijd zien we al dat de eerste luchtballonnen zich dus bezig zijn met de cold inflation, zodat ze mooi heet. En vervolgens gaan genieten van het opstijgen van al die hete luchtballonnen. Meer dan 23 in totaliteit. En kijken we schaam die parachutist, die Hielke. En is nog wachten natuurlijk op Sander, want Sander moet ook nog naar beneden komen. Oh, die was te hoog. Maar desalniettemin zal het nou niet zo lang meer gaan duren dat ook
zonder naar beneden gaat. Ook Sander, die komt nu naar beneden. En dan is het natuurlijk hier op de grond zo dadelijk kijken waar we gaan staan. Want we staan nu vlakbij de T-splitsing. Dus we zullen achter Rick aan gaan lopen en in de buurt van Rick blijven. Het is ook zojuist gehoord van Rick. Stel eens voor dat er een van de parachutisten in de buurt van jullie terecht gaat komen. Blijf maar gewoon staan, want de parachutisten kunnen in ieder geval wel sturen. Net zo'n parachute. In tegenstelling wat toch wat heet en nu gewoon kunnen. Maar het zal nu bijna zover zijn dat we als eerste hier gaan begroeten, Hielke. Hebben gehoord, Hielke zal als eerste hier gaan landen. En vervolgens zal Sander hier gaan landen. Kijk, de beentjes een beetje omhoog en dan straks een beetje de beentjes omhoog trekken. En dan vervolgens hier gaan landen op het grote trein. Hopelijk op het groene gas. Hij gaat tegen de wind inlanden. Kijk, hem eens relaxed zijn. Dat is echt ervaring wat er dan natuurlijk meespeelt. Heel rustig, heel relaxed komt hij hier naar beneden toe. En dan krijgt hij zo dadelijk natuurlijk een applaus waar je u tegen zegt. Het is net of je stil hakt. Maar hij komt wel zeker naar beneden. Net als je op een stoeltje zit, hè, jongens en meisjes. Dat is nou zo leuk bij parachute springen. Het is iets relaxed, het is iets moois, het is iets geweldigs. Kijken we eens gaan. Ja, daar gaat hij. Hij gaat keurig landen. Hielke krijgt voor ons een applaus, blijft keurig landen. Vlak voor de vijver. Uiteraard voor het waterrijke gebeuren. En dan het wachten op natuurlijk wat komen gaat. En dat is Sander die ook in ons midden straks gaat landen. Die gaat wat sneller, die gaat wat futuristischer, die gaat wat zwievender. Armpjes los, even naar links, even naar rechts. Ik blijf staan, wij moesten blijven staan. Heel goed. Wat een geweldige mooie landing. Wat deed hij het mooi, wat deed hij het fantastisch. Een applaus voor Sander, Hielke. En natuurlijk ook naar Rick toe. En dat betekent, dames en heren, jongens en meisjes, dat de hete luchtballonnen zo dadelijk op het punt staan om op te stijgen. En dat betekent dat we wat een start hebben gehad, hè. Wat een mooie start. We gaan even praten met Sander. Even heel kort, Sander, even aan jou de vraag. Hoe was het zicht daarboven in de lucht? Ja, perfect. Ja, supermooi. Je kunt er zo ver kijken. Echt perfect. Kun je beschrijven wat je allemaal zag? Ja, ja, van alles. Duitsland, Eemshaven, alles wat je hier hebt, hè, omgeving. Helemaal top. Publiek beneden, wat kun je daarvan zeggen? Hoe zag het eruit? Nou, we konden commentaar mooie vogels laten zien zelf. Dus dat draagt erop. Ja, ik zie gewoon dat de wal vol staat. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Geweldig, hartstikke gaaf dat we jou even gesproken hebben. We gaan even kijken of we nog even kunnen praten met Hielke. Hielke die kijkt ook weer met een grimas, net of je zeggen wil van het is weer gelukt. Hielke, ook voor jou, hè, de hoeveelste sprong was dit? 1800 nog wat. En het blijft leuk, hè? Ja. 35 jaar geleden begonnen. 3 september en ja, nog steeds leuk. Kijk, 35 jaar geleden op de kop af, 35 jaar geleden en dan vandaag wederom gesprongen. Hartstikke fijn, mannen, dat jullie hier waren van het Paracentrum Hogeveen. Rick, Sander en Hielke. En Ad Rosa, wat doe jij nu? Die krijgt natuurlijk ook voor ons het applaus van de eerste luchtballon. Dames en heren, jongens en meisjes, is opgestegen. En dan zeggen we Ad Rosa in de Abballon uit Raamstok. Deze man afkomstig in het jaar 1988 alweer. Superfet gehaald. En vanavond dus opgestegen in de ballon. De ballon van Ab. Met die mooie kastelen aan de buitenzijde. De luchten aan de bovenzijde. En natuurlijk kijken we dan ook nog naar Roy Gommer die daar op de, heel hoog in de lucht blijft hangen. Kortom, dames en heren, de start is geweldig. De start is fantastisch. En wat is het dan ook een mooi gezicht dat we al die andere hete luchtballonnen daar in de vorm van die grote ui. De Holwerda-ballon, onder andere de PAHFR. Ook die zien we natuurlijk daar zo dadelijk opstijgen. De Oosterhof, Holman. Het is overal waar je kijkt. Luchtballonnen hier in Meerstad. En dat is natuurlijk een geweldig mooi gezicht.
We hebben het al even gehad over de weersomstandigheden die zo bepalend zijn voor het ballonvaren. Ja, ballonvaren doe je eigenlijk alleen maar bij goed weer, 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Dat wil zeggen, 's ochtends vroeg tot vanaf 2,5 uur, tot 2,5 uur na zonsopgang kun je nog opstijgen met een hete luchtballon. En 's avonds vanaf 2,5 uur voor zonsondergang kun je opstijgen met een hete luchtballon. En dat houdt verband met de vlagerigheid, de thermiek die er dan nog in de lucht zit. Overdag zie je in Nederland, dan heb je heel veel last van thermiek. En dat betekent de opwaartse warme druk vanaf de aarde, die ervoor zorgt dat hete luchtballonnen dan naar hoge hoogtes gestuurd kunnen gaan worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling bij een hete luchtballon. Dat is natuurlijk wel geweldig bij natuurlijk zweefvliegtuigen, want zweefvliegtuigen die kunnen alleen maar vliegen wanneer het thermiek is. Maar hete luchtballonnen die hebben een hekel aan thermiek. Dus die weersomstandigheden, 's ochtends vroeg dan wel 's avonds laat bepalend. Niet alleen 's ochtends vroeg, 's avonds laat, maar dan moet er natuurlijk ook nog gekeken worden naar hoe staat het met de wind. Hoe staat het met de wind? Hebben we buien in de omgeving? Want wanneer we regenbuien in de omgeving hebben van hete luchtballonnen, waar hete luchtballonnen opstijgen, in die regenbuien, daar zit heel veel wind. En ja, wanneer je dan te maken hebt met die heel veel wind uit zo'n hete lucht of uit zo'n bui, dan kan zo'n hete luchtballon uiteraard niet opstijgen. Niet opstijgen, zwiept hij alle kanten uit, kan hij bijvoorbeeld helemaal inzakken in de lucht. En vandaar ook bij te veel wind en bij buien in de omgeving van hete luchtballonnen, geen hete luchtballonnen die je ziet. Wat je ook dan meemaakt is natuurlijk nu, haha, ja hoor, de PAHFR, de blanco ballon is opgestegen. Ja, zo gaat het zo dadelijk verder met natuurlijk de weersomstandigheden. Want ook de volgende hete luchtballon, de blanco hete luchtballon van Martin Sievers. Hij, afkomstig uit Groningen, wie kent hem niet, deze Martin Sievers. Zojuist is hij opgestegen met zijn blanco hete luchtballon. Een kleurrijk gebeuren, we zwaaien met z'n allen naar deze Martin Sievers, brevet gehaald in het jaar 2002. En hij vindt varen mooi met een hete luchtballon, maar hij vindt vliegen ook geweldig mooi. Want hij vliegt bijvoorbeeld niet alleen met een vliegtuig, niet alleen sowieso met een klein vliegtuig. Nee, hij vliegt met een vliegtuig bij de KLM. Vanavond deze Martin Sievers dus opgestegen in de PHHFR. We noemden al even over die weersomstandigheden over de wind. Te veel wind is niet goed, maar te weinig wind is ook niet goed voor hete luchtballonnen. Want ja, wanneer je met een hete luchtballon gaat varen en je hebt eigenlijk bijna geen wind meer in de lucht hangen, dan kan het zomaar zijn dat je stil blijft hangen boven hoogspanningskabels. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar je kunt bijvoorbeeld ook gaan varen boven bosrijke gebieden. Als dan ineens de wind wegvalt, dan is het natuurlijk problematisch om daar overheen te gaan varen. Dus ook te veel wind niet goed, te weinig wind ook weer niet goed. Dat is het weersafhankelijke waar je dan mee te maken hebt met hete luchtballon varen. En vanavond dus ideale weersomstandigheden om op te stijgen. Dat kunnen we zien aan Martin Sievers. Wat ook mooi is om te zien dat we natuurlijk de volgende hete luchtballon ook al bijna op het punt hebben dat die op gaat stijgen. De ballon van Oosterhof natuurlijk hier uit het Groningse land. We hebben natuurlijk ook nog de zonnebril van niemand minder dan Egbert Oort, afkomstig uit Zwolle. De ui van Leon Leemans, de Holwenaar koerier met niemand minder dan Brecht Witteveen die daar vanavond op gaat stijgen. En we hebben natuurlijk ook de smurf, want jongens en meisjes, wat is die mooi hè. We kunnen nu al bijna zien dat die hele grote smurf ook al uit de zak gekomen is. Mooi gezicht hier op het middentrein waar al die special shape hete luchtballonnen opgebouwd gaan worden. En als je dan kijkt naar die special shape hete luchtballonnen, moet je je voorstellen, dat zijn allemaal verschillende gedeeltes bij die bijzondere hete luchtballonnen. Dus die bestaat uit verschillende kamers. In een hete luchtballon heb je dan met name bij die special shapes de verschillende kamers waar de lucht in geblazen wordt, de koude lucht in geblazen wordt. En op enig moment moet die warmte dan opgewarmd worden in die ballon. Dat gebeurt middels die hele grote branders. En wanneer dan een hete luchtballon opgewarmd is tot 100, 120 graden Celsius, dan is op enig moment ook een luchtballon daadwerkelijk luchtwaardig. En dat kunnen we hier vanavond ook zien. Want de volgende hete luchtballon die inmiddels op het punt staat om op te stijgen, de hand aan de quick release, dat wil zeggen de laatste bevestiging van het touw wat dan aan de auto zit. En dan op enig moment wanneer die quick release ook vanuit de luchtballon van Oosterhof Holman losgegaan is bij natuurlijk niemand minder dan Lambert Dijkstra uit Nietap, dan krijgt ook hij het teken dat ook hij mag opstijgen. En wat is er mooi hè. Wat hebben we dan hier, een geweldige mooie avond dames en heren, op deze 1e september, deze memorabele 1e september, onder ideale weersomstandigheden, met vanavond talrijke hete luchtballonnen, met vanavond natuurlijk een tussenprogramma waar je u tegen zegt, en met vanavond een afsluitende nightlow waar nog lang, maar nog heel lang hier in Groningen over nagepraat gaat worden. We kijken naar links, we kijken naar rechts, we kunnen eigenlijk overal naar kijken en overal waar we
maar naartoe kijken, zien we de verschillende hete luchtballonnen. Hete luchtballonnen in alle groottes, in alle vormen, in alle maten. Hete luchtballonnen met een mandje eronder. En vanavond hier, ook op het middentrein, bijvoorbeeld een hete luchtballon van de E-Stairs. Met een bankje eronder. Daar gewoon een hete luchtballon met een bankje. Dat is natuurlijk relaxed. Dat is natuurlijk geweldig. Ook die zullen we hier vanavond op zien stijgen. Kortom, het is een geweldig mooi gebeuren. Het Meerstad Ballon Fiesta in het jaar 2017. De 8e editie alweer. En wat hebben we dan? Een mooi uitzicht op het geweldige gebeuren. Ballonvaren puur zang, wat we hier mee mogen maken in uw eigen Meerstad. Mooi gezicht. Wat zullen we mooie foto's kunnen maken? En wat hebben we dan? Een prachtige avond. Ballonnen, overigens, die we hier vanavond zien, zijn allemaal goedgekeurde hete luchtballonnen. Want hete luchtballonnen, die worden elk jaar gekeurd. Wordt elk jaar gekeken naar de doorlaatbaarheid van de stof aan de buitenzijde. Er wordt gekeken naar de trekkracht van de bekabeling. En er zijn gespecialiseerde keuringsbedrijven, keuringsmeesters voor, die er dan voor zorgen dat er ieder jaar weer een APK goedgekeurd gaat worden voor deze hete luchtballonnen. Dus deze hete luchtballonnen die we hier hebben, die vanavond opstijgen, zijn allemaal goedgekeurde hete luchtballonnen. Moet natuurlijk ook, want ja, je hebt wel te maken met passagiers die je als piloot gaat vervoeren. En passagiers moet je op een veilige manier kunnen gaan vervoeren. Het is zover, ja hoor, daar gaat hij. Hij krijgt natuurlijk het applaus. Niemand minder dan deze ballon van de Oosterhof en Holman. Deze Ultra Magic ballon. En dan hebben we het over Lammert Dijkstra met zijn passagiers. Hij, afkomstig uit Nietap, heeft al meer dan 15 jaar zijn brevet. En vandaag dus opgestegen met deze hete luchtballon. En wat zou hij het ook mooi gevonden hebben. Wat zou hij ook genoten hebben van die parachutisten. Want ook hij vindt dat geweldig. Parachutes springen vanuit een hete luchtballon vindt hij mooi. Parachutes springen vanuit een vliegtuig vindt hij mooi. En vandaag deze Lammert opgestegen in de ballon van Oosterhof Holman. En je merkt dus nu ook dat de vlagerigheid van de wind zinderogen afneemt. We merken het hier natuurlijk op de grond. Bijna geen wind meer. Je kunt het ook mooi zien dan die wat kleinere hete luchtballonnen daar op het veld bij de ui. Want als we het hebben over de ui, dan zeggen we Leon Leemans. Jij krijgt natuurlijk ook van ons het applaus, want ook jij bent zojuist opgestegen. En als we het hebben over Leon Leemans, deze man, die heeft al sinds jaar en dag zijn brevet. Dat is nou iemand van de oude garde. Maar hebben we het over iemand die zijn brevet gehaald heeft in het jaar 1981 alweer. Meer dan 2400 vaaruren op zijn naam staan en gevaren in Europa, gevaren in Mexico, gevaren in Azië en onlangs heeft hij zelfs nog gevaren in Israël, waar hij is opgestegen met misschien wel de duurste hete luchtballon ter wereld. En als we het daarover hebben, de duurste hete luchtballon ter wereld, dat is een hoofd gemaakt, een hoofd die eigenlijk moet uitbeelden, het hoofd van Vincent van Gogh met het welbekende hoedje op. En die Vincent van Gogh, dat is de duurste hete luchtballon, daar heeft deze Leon Leemans op gevaren toen hij daar in Israël was. We zwaaien met z'n allen naar niemand minder dan deze Leon Leemans. Kijk hem eens mooi gaan over de hete luchtballon van de Smurf. De Smurf die ook uit de zak gekomen is. Natuurlijk niet alleen de Smurf, maar we zo dadelijk onze aandacht op gaan vestigen. Want we hebben natuurlijk ook nog Babette. We hebben natuurlijk ook nog het grote kuiken van Barneveld. En we hebben zoveel moois, dames en heren, waar je gewoon zo vrolijk van wordt. En dat is natuurlijk het mooie van ballonvaren. Het meest spectaculaire voor wat betreft het ballonvaren, dat vinden de passagiers ook altijd, is eigenlijk wel het opstijgen. Want ja, wanneer je dan in zo'n mandje staat, dan op enig moment dan geeft de piloot nog wat laatste instructies. Dan zegt hij tegen de dames en heren, piloten, van wat er allemaal gaat gebeuren. En dan merken de passagiers dat ze daadwerkelijk opstijgen. En dat gebeurt natuurlijk nu ook met deze hete luchtballon. De hete luchtballon van de Hypo Trust met alle reclame aan de buitenzijde. Ook die is al opgestegen. Het gaat snel.